All right, good day. Hope everybody's having a good one out there. So today we are checking out a documentary about Mrs. Fuli Jensen of the band Nightwish. Mrs. Fuli Jensen and Dutch Show Reunion. I believe this leads up to the Tempio show. So let's check it out. Floor, jij kon jouw lessen niet helemaal vinden, hè, op school. Je bent er zelf op zoek gegaan. Ja, nou, ik kon in ieder geval op vocaal gebied niks vinden. Wat zocht je? Nou, ik wou in eerste instantie doen wat ik al deed en daar meer over begrijpen. En wat deed je? Ik zong vooral heel hoog. Dat vond ik toen heel belangrijk, dat ik dat goed kon. En dat kon ik al wel, alleen had ik geen idee waar ik mee bezig was. Ik deed in verschillende stijlen, maar ook dat wist ik niet precies hoe dat nou werkte. En toen kwam er een zangdocent van het conservatorium een workshop geven, Edward Hoepelman, vanuit het muziektheater in Tilburg, conservatorium ook. En toen dat klikte met hem enorm. Dus vanaf dat moment heb ik bij hem lessen kunnen volgen en ben zelfs nog muziektheater en opera gaan doen na de Rock Academie. Jij wist al van jongs af aan wat je wilde, toch? Ja. Vanaf wanneer zat dat erin? Nou, eigenlijk middelbare school. Ik deed een musical. Daar op het podium staan was verkocht. Schoolbandjes. Zeker, en je hebt het ver geschopt, want je zit bij Nightwish. En ja, misschien ja. Elton, jij bent een metal fan, dus kan je ook een beetje duiden hoe groot Nightwish is? Nightwish is in het female fronted gedoe, het hoogst haalbare. Einde verhaal. En jij toert nu met Nightwish? Ja. Met een wereldtournee, waar ben je net allemaal geweest? In welke landen? We zijn net in Zuid-Amerika geweest, dus het continent. Met Brazilië, Argentinië, Chili. En hoeveel concerten ongeveer gedaan? 14. We zitten net aan het begin van de wereldtour. Dus jullie moeten Europa nog doen, Australië. Ja. So, she's sitting around here with fans. Nou ja, fantastisch. En ik mocht erbij zijn in Finland. En Finland is natuurlijk jullie thuisbasis. Dus ja, ik naar Nightwish en dat werd me wat. Ja. Imposant, moet ik zeggen. Kijk, een beetje de kriebels nu. Ja? Ja. See how big it is. Het is toch wel groot. We hebben deze show 1 keer eerder gedaan. In een andere stad in Finland. En daar hadden we een goede 12.000, 15.000 man. Maar hier wordt het net even een stapje groter. Dus er zijn hier Finnen die zo trots zijn op de band, daar moeten we bij zijn. Nightwish is een nationale trots. Hier is de grootste band van Finland, grootste exportproduct. Daar zijn we hartstikke trots op. Ja, want Floor en Nightwish zijn groot. De band toert over de hele wereld en verkoopt miljoenen albums. Het sprookje begint in 2012. De oorspronkelijke zangeres stapt uit de band en dan bellen ze zomaar Floor uit Holland. Hoe was dat toen dat telefoontje kwam bij jou? Daar kon ik met mijn verstand niet bij. In de zin van meteen ja. En daarna, wauw, hoe kan het? Van alle mensen op de hele wereld. En ze belden tijdens mijn zusjes trouwerij. Ik had eigenlijk zoiets, nu even niet, kun je het morgen doen? Ja, is goed. Het kreeg ik het enige wat we je wilden vragen. Het enige. Wat? Ja, wauw. Sinds dat telefoontje is Floor uitgegroeid tot de onbetwiste frontlady van de band. Maar nu is het toch wel een beetje gespannen, zo vlak voor een groot concert in Finland. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Morgenavond sta je dus hier. Ja. Hoe voelt dat? Ja, een beetje onwerkelijk nu. Ik ben best wel een beetje jaloers op ons publiek. Ik zou dat ook wel eens willen zien. Dat lijkt me wel gaaf. She'd like to be down there watching. Nog een laatste repetitie en soundcheck, want alles moet natuurlijk kloppen. Zeker nu er voor Floor bijzondere gasten zitten op de eerste rij. Speciaal voor het optreden zijn haar ouders ingevlogen uit Nederland. Dat ging goed, hè? Goedemiddag. Hi. Leuk een keertje live te zien. Nou, dan alleen op televisie. Nee, maar dit is toch ook heel leuk om te zien, zo'n repetitie al. Ja. Hoe is dat nou als ouders, om zo'n frontlady als dochter te hebben? Imagine how proud they are. Maar vooral ook heel ontroerend. Als ik daar zit, dan zit ik gewoon te
tranen rollen over mijn wangen. Wat is de ontroering? Ja, wat is de ontroering dan? Trots. Het is natuurlijk trots, maar kan u het ook geloven? Nee. Het is allemaal een sprookje, hè? Het is niet echt. Nee. Het blijft ook zo. Echt waar. Dat werd nooit. Is de vader ook zo trots? Ja. Ja. Vooral ook omdat ze heeft bereikt wat ze bereikt heeft. Ik vind dit ook een beetje topsport. Je moet er heel veel voor doen. Heel veel voor laten om op dit niveau muziek te maken. Want dit vak is wel een vak met heel erg veel drugs en rock'n'roll. Dus om dit evenwichtig te doen, daar ben ik nog trots op. Maar heeft u nooit gedacht, oh, maar Floor, waarom ga je nou naar de rockacademie? Waarom kies je dit pad? Ga je het serieus leren? Nou, we hebben het er wel over gehad. That's good. I mean, he's proud that she's not falling into those tropes. And that's got to be a scary thing that, you know your daughter is super talented, but then she gets, you know, this call from one of the biggest bands and they're going to seem, you know, take your daughter away on tour. And that's got to be, I bet. Maar we hebben voor de rest altijd gezegd, als jij dit echt wil, moet je dat doen. Je moet, en dat vind ik ook het mooie en het ontroerende, als je je droom kunt leven. Mm. Dat kunt doen wat je echt graag wil, wat je ambitie is. Ja, dat is makkelijk. Dat is echt makkelijk. En weet je waar ze zitten straks? Ja, ja. En kijk je dan? Ja, dat ga ik wel doen. Natuurlijk, ja. En zien ze dan ook of niet? Ja, ondanks hoeveel mensen er ook staan, om de een of andere reden vind je elkaar wel. Ja. Dat wordt dan weer een mooi moment. Ah, zakdoek erbij. Als de regen optrekt en het stadion langzaam volloopt, is er voor Floor nog een meet and greet met de fans. En die komen uit heel Europa. En niet alleen de fans zijn gek op Floor. Ook de bandleden van Nightwish kunnen niet meer zonder haar. And at first, she was just supposed to be a stand-in for the rest of the tour. We didn't make any decisions immediately. But after a few months, it became obvious that she's the one. And what has she added to the band? Dedication, motivation, charisma. She really stands her ground. She's very easily slips into the role with us. And not actually a role, it's just the way how personalities are. It's very easy to go and communicate and do things. She's at home doing this. She really is at home. Wonderful. Three, two, one. Okay. Thank you. No problem. Good. So. Ziet er prachtig uit. Dank je. Hoe voel je? Het is nu nog een half uur voor de show. Ja, love the shoes. Je moet er niet al te veel aan denken, maar toch, je weet dat er 24.000 man staan en daar, ja. Dat voel je wel. En heb je dan soms ook het idee van, oh, als ik het maar kan? Oh, en waarom doe ik het eigenlijk? Nee. Nee, dat niet. Zeker niet waarom doe ik het eigenlijk. Nee. Nee, ik ben er helemaal klaar voor nu. Nou. Ja. Ready. A few people out there. Mag je nog huggen? Ja. Ongelooflijk veel succes. Dankjewel. En vooral geniet ervan, hè? Ja. Ga ik zeker doen. Jullie hopelijk ook. Dankjewel. Ja. Oh. I get to sit in the pit. Heh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 
She's a national treasure, you know? The whole band is. De volgende ochtend zijn de decibellen een beetje uit mijn oren en ontmoet ik Floor bij haar hotel. Hoe voel je dan zo'n ochtend na een concert? Beetje stijf. Ja, meestal heel moe. Kijk, ik heb een platenzaak gevonden. Zo. Hier hangen we. Hier hangen we. Dat ben jij. Dat ben ik. Met zo'n, Hoe kijk je nou naar jezelf? Streng. Maar met die foto ben ik blij. Het heeft het lang geduurd voordat je dat aankon om dit te zien? Dat jij tussen die grote band staat? Omdat ik heb een beetje twee manieren om ernaar te kijken. En enerzijds is het vanuit dat boe, die grote band waar ik in ben gekomen. En dat blijft een beetje wauw. En aan de andere kant zijn dat goede vrienden geworden. Mijn broers met wie ik... One thing I've noticed about her features, she photographs well. I'm sure everybody's critical of how they look on, you know, camera or how they look in pictures or whatnot, but she's got those kind of features that really lend themselves to photography, with the way her face shadows and different lighting and stuff like that. I've just always found that she just seems to have a very photogenic build and face and personality too, you know. I think that comes through sometimes in photographs, and it really does with her, I think. Van alles meemaken en deze ongelofelijke tijden meemaken, en dat is ook een goede manier om naar te kijken. Dat vind ik een gezonde manier om vanuit dat oogpunt voetjes op de grond te houden. We gaan naar binnen, we gaan platen uitkiezen. Ja. Maar in Finland kun je met Floor niet rustig een platenzaak binnenlopen. Excellent. Wonderful. You're the best singer of my Twist. Thank you very much. Siehste? Yes, the best, of course. The best singer of Nightwish. Yes. And I cried yesterday. Oh, wow. Why? Because she's so good. She does move you. Thank you. Thank you. It's got to be weird to hear all the time. Yeah. Yeah, they cry. Zo sterk en stoer als ik haar gisteren op het podium haar fans zag betoveren, zo moeilijk kan ik me voorstellen dat Floor amper 3 jaar geleden nog alleen maar thuis op de bank kon liggen. Zwak en vermoeid door een burn-out. Waardoor heb jij een burn-out gekregen? Te veel. Te veel op de verkeerde manier doen. En klappen incasseren. Ik verloor mijn band na 12 jaar. Daar was ik niet blij mee. After Forever heb ik echt dus vanaf mijn 10e jaren gedaan. Prachtige albums gemaakt. En net toen alles eigenlijk heel goed ging, toen stortte het allemaal in. En hoe hard ik het ook wilde, en het was gewoon weg. En dat kon ik niet meer maken. Maar hoe zwart was die periode van jouw burn-out? Dat is geen leuke tijd. Dat is echt verschrikkelijk, want je kunt niks. Naakt voel ik me. En dat was, dat past helemaal niet bij iemand die normaal heel veel doet. En gemakkelijk overal naartoe gaat en gemakkelijk met mensen. Je krijgt echt een oprechte hekel aan alles. Yeah. Muziek, verschrikkelijk. Hoeft voor mij echt niet meer. Metal, belachelijk. Moet je zien hoe het eruit ziet. Ik had er helemaal niks meer mee. Ik wou er zo ver mogelijk vanaf. Is dat ook waarom je moeder zo ontroerd is als ze naar je kijkt? Dat ze zo jouw tocht en jouw gevecht hebben meegemaakt? Zeker, ja. Ze weten dat het niet vanzelf is gegaan. Oh. Ja. Ik denk, als ouder wil je toch altijd het beste voor je kind. Heb je nog naar ze gekeken tijdens het concert? Ja, maar ik ben ook zo'n emotioneel mens als mijn moeder. Dus als ik haar zie, dan krijg ik een brok in mijn keel. En dat is letterlijk. Zo'n brok in de keel is niet alleen een metafoor. Je voelt dat echt. En dat gaat niet als je zingt. Dus ik moet dat heel beperkt houden. So awesome. Oh, Floor, je bent helemaal ontroerd. Oh. Dat was mooi, dank je. Ja, jij bent het. Ja, het is een mooi verteld. En wat ontroert jou dan zo? Mijn ouders.
om wat ze hebben meegemaakt met je. Ja, en ik heb hun niet gezien natuurlijk zo. Dus omdat ze... ja, om te zien hoe zij dit beleefd hadden of dat beleefd hadden. En dan en alles even verteld achter elkaar. Dat ze, ja, dat maakt op mij wel indruk. En als je er nou zo naar kijkt, realiseer je dan ook wat je allemaal bereikt hebt? Ja, ja. Ja, en op een andere manier, want je bent er iedere dag mee bezig. Dus natuurlijk ben je er heel bewust van. Maar in de context van dit alles, ja, dat, misschien anders, ja. Ja. Hoe anders? Nou, wel heel trots. En je gaat toch weer terug naar een tijd waar je niet dagelijks mee bezig bent. Dat meisje wat daar op de grond zit voor dat oude fabriekspand, wat net 18 was. En nu, ja, dan, ja. Je gaat constant nadenken, 16 jaar, wat is het inderdaad? Ze 16 jaar. Is een floor. Waar is iedereen? En waar ben ik? Goed. 16. Oh, oké. Okay. Ja, dat is genoeg momenten geweest dat helemaal niet aan de orde was. En waar ben je nu dan? Ik ben nu heel gelukkig. Dus ik doe ook nog eens kei gave dingen, echt hele bijzondere dingen. Maar ik ben vooral gelukkig. It's very grounded. Dat is nog veel belangrijker dan misschien wat je bereikt. Of misschien ben je gelukkig door wat je bereikt hebt. Maar dat zou ik niet willen zijn. Dat zou... Want dat kan weggaan. Net zoals dat After Forever ineens weg. Ben je dan ongelukkig? Maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Of als Nightwish vandaag weg zou gaan, zou ik dan ongelukkig zijn. Maar nu ben ik gelukkig. Stralen van geluk. Ja. Ja. Heel mooi om te zien. I think... Oh, oops. I think, wow, that kind of ended abruptly. I think she's very grounded. I think she's very aware of, even though with all of her talents and all of her skills and everything, that she's very lucky to be where she is in life. And you know, not to live things up too fast, and you know, enjoy the moments, slow down. And that's a good lesson for everybody, I think. I think it's very beautiful that she got to see, from doing this, she got to see things from other people's perspectives. And I can tell that it probably makes her uncomfortable to hear, like, she's the best singer, you know, like, because I don't know. It probably kind of feels weird, you know, because you don't want to feel like you're better than another, even though people prefer you. It's, you know, it's just more of a, they prefer your style with this band. And it's not to degrade the prior singer. But I do feel like that's probably something that she, you know, doesn't ever really get used to hearing, or it's something that she kind of probably maybe compartmentalizes. But you can tell that it also, she's moved by the fact that people are moved by her singing. And I think that also, you know, gives her this, you know, aw shucks kind of feeling, and, you know, almost a feeling of embarrassment, you know, like, oh, I didn't mean to make you cry. You know, it's like, but you're so damn good. And that's what it is. I mean, she has this ability to do those things, and that's a wonderful thing. And it's very wonderful that she is self-aware, and 'cause so many stars and stuff, they lose connection with reality, I guess, and you know, especially at this point in time, and we know from things that have happened most recently that she is a very grounded and
connected person. And she's really an inspiration, you know, to be that open about how you feel, but also be open about how happy you are about things, or how scared you are about things, or how nervous you are about things. And she's such a strong figure, and I think that that's a comforting feeling for a lot of fans. She does provide this sense of like a Nightwish in general is a comfort blanket. It's something that, you know, you put on to get cozy with, or lay back to feel comfy and feel good, to disconnect, like, you know, like a good blanket fireplace and a nice book or some tunes, you know, you get what I'm saying. So, yeah, this is a very cool look into this. I'm glad that I saw this. Any other things like this, I'd be more than happy to check out, because I love finding more out about this band. And like, she is learning things through, you know, fans' eyes, her parents' eyes, an interviewer's eyes. That's the way I've taken in this, you know. It's, I've been able to, I don't know, skip right to all the important things immediately to understand. And I don't think I would maybe have as much of a grasp or a love for this band maybe if it wasn't for everybody that has been like leading the way and showing me and telling me things to check out. I have a list of Nightwish songs that people have been telling me I need to check out, and I assure you I am going to, because I truly am a fan of this band. They give me the same feeling that so many bands, Typo Negative, has been the, you know, the Life of Agony, that has been big albums for people, you know, over here in the States. They're not similar in music per se, but they elicit that same ability to disconnect and to go into that world, or to feel like somebody can relate with you. And those things are important. And music facilitates that, and she is a great facilitator in that. So, awesome stuff. Once again, thank you very much for recommending this and nudging me, reminding me. once again, any more things like this, I'd be more than happy to check out and talk about. I love talking about this band. They're really cool. More than cool. Phenomenal, amazing, awesome, incredible. I'll run out of adjectives. So if you haven't already, go check out Nightwish, and definitely let me know more stuff to check out. Hope everybody's having a good one out there. Stay safe, and have a great day.